Hallo dames en heren, super leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video hier op Elrico Mania. En het is vandaag vrijdag 16 april en het is nu 5 over 12 en we zijn een beetje laat beginnen te vloggen, want Ricardo die heeft vanochtend al wat dingen gedaan. Ricardo had namelijk voor de derde keer examen en vertel jij maar of je gezakt bent of geslaagd bent. Moet je dus vertellen wat voor examen? Oh, hij heeft het autorijexamen gedaan. En ik ben geslaagd vandaag. Yay! Yay! Binnenkort autovlogs. Alleen... Heb jij 3000 euro voor mij? Nee. Jammer. Zit in een uitkering, dat is maar 1000 euro. Jammer. Maar in ieder geval... we belden van dat we een beetje te laat filmen. Want anders hadden jullie mijn reactie kunnen zien. Want ik begon nog even met te huilen. Want ja... De hele tijd moesten we alles op de fiets doen, maar als ik weer naar huis ga, met een beetje geluk heeft Ricardo dan een auto en dan kunnen we gewoon alles in de auto doen. En dan kan ik zo met de auto naar huis gebracht worden. Toch? Blijf ze dan nee te schudden? Nou, ik tover niet zo even 1, 2, 3 in de auto hebben in mijn broekzak. Nee, dat snap ik wel. Nou, omdat jij zei als ik naar huis ga. Ja, maar het duurt toch een tijdje wanneer ik naar huis ga. Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval, het is weekend. We hebben vandaag weer een weekendvlog voor jullie. Want Thijs is hier vanmiddag ook. Ja. Dus, dat. We gaan in ieder geval vanmiddag Thijs ophalen. Dus het is weer een weekendvlog met Thijs. Super gezellig. En goed begin van de video, want Ricardo heeft dus zijn auto rijbewijs gehaald. Au. Sorry. Au. Gefeliciteerd, grote vriend. Au. Maar in ieder geval is dat. Dus goed begin van de video. Wij zien jullie later wel weer. Later. Zo, daar zijn we weer. We zijn inmiddels alweer een paar uur verder. Zoals je ziet zijn we ook inmiddels ergens anders. Want we zijn in het huis van Ricardo zijn ouders. Superleuk, daar staat Ricardo. Ook hallo. Hoi. En het is dus nu 3:15. En de reden dat we hier zijn is dat we thuis moeten wachten. Want Thijs die gaat straks weer met ons mee. En zodra Thijs hier is, dan gaat Ricardo en ik snel even naar de winkel. Want dan kunnen we nog even weekendboodschapjes doen. En ja, dat is er dan eigenlijk wel. Maar we zijn niet hier alleen, want we hebben namelijk Noah ook gezellig meegenomen. Waar is die kleine dondersteen? Noah! Wat een bak! Ze was aan het rollenbollen. Ik zei Noah en ze liet haar buikje zien. Okay. Kijk. Daar is Noah. Hey meisje. Was je lekker aan het rollenbollen? Nou, zoals je ziet, Noah die is dus ook mee. Maar kon helaas net niet op beeld zetten, maar ze was dus aan het rollenbollen. Schat, kijk dan. Ja, kijk. Nee, okay. Daar ligt ze dus. Daar even zitten. Wat zijn we aan het doen, meisje? Wil je lekker aan het rollenbollen? Hé. Hey. Ben je lekker aan het rollenbollen? Hé? Hey? Ben je lekker aan het rollenbollen? Lekker wijfie, hè? Och, laat jij je buikje zien, hè? Oh, laat jij je buikje weer zien. Nou, Noah is dus ook gezellig mee. Voor aan de plaats. Maar in ieder geval, wij gaan dus even wachten tot Thijs thuis komt. Moet je gewoon in de kijk, dit is Wodan. De hond van mijn ouders. Ja, de hond van Ricardo's ouders. Wodan! Wodan! Kijk eens. Oh, Wodan! Ach, moet je even spelen. Moet je even spelen. Oh. Ah. Ah. Oké, nou in ieder geval, mijn telefoon die werd net uit mijn handen gedrukt door deze grote vriend hier. En dan heb ik vieze gore rotzooi in mijn bek. Dankjewel, Wodan. Dus ja, ik was net met Wodan aan het spelen en dan gaat hij mijn telefoon uit mijn handen slaan. Maar oké. In ieder geval, wij gaan nu wachten tot Thijs hier is. En dan, als Thijs hier is, gaan we boodschapjes doen en gaan we weer naar huis. Moet jij nog wat zeggen tegen je kijkers? Hallo? Nee. Nee, oké, okay, nou dan zijn we jullie later wel weer. Dus later.
Oké, het is inmiddels bijna 17:15 en we zijn inmiddels weer thuis. Ricardo die staat daar nu zijn eten te maken. Oh, hallo. Hallo. En Thijs die heeft al zijn knakworstjes de eten lekker in de slaapkamer. En ik heb even lekkere hotdogs gemaakt. Ik wilde me namelijk mijn Deense hotdogs maken, maar ja, ik had niet de juiste ingrediënten. Maar het komt in de buurt. Dus ja, ik ga lekker een soort van met Deense hotdogs eten. En Ricardo die gaat even een broodje knakworst eten. En ja, voor de rest gaan we niet heel veel meer doen. We gaan even de vlog van Enzo kijken. En dan niks meer, denk ik. Even bijkomen van deze dag. Dus Thijs is nu lekker op de slaapkamer. Die is nu lekker aan het eten. En die gaat daarna weer lekker verder spelen. En voor de rest gaan we niet heel veel doen. Dus sorry als we vandaag zo weinig gevlogd hebben. Maar morgen staan er wel leuke dingen op de planning, denk ik. We zien het wel. Tot later. Toen ik nog een jongen was, wonen ik op een boer. Hele dagen na pinsen, die stonken dan met voer. Oké, jullie gaan. Stop maar, dit wordt niks. Oké, nou het is in ieder geval nu 10:10 en wij alle drie zijn ontiegelijk moe. Ricardo ligt daar zelfs onder een deken met hoofdpijn. Mm-hmm. Oh, Ricardo. Hij heeft in ieder geval knallende hoofdpijn. En jullie hebben net allemaal gezien dat Ricardo en Irig druk bezig zijn met muziek. Voor de rest hebben we hier gewoon lekker zitten chillen. Alleen we zijn nu allemaal heel erg moe. Dus wij gaan nu lekker op bedje. En dan zien we jullie morgenochtend wel weer. Want deze jongen valt ook bijna in slaap. Wat is die schattig als die slaapt. Om voor jou eens gips te krijgen. Ik moest dat even zeggen. Hou voor jou. Ik hou voor jou. Maar goed, wij gaan in ieder geval nu lekker slapen en dus zien we jullie morgenochtend wel weer. Dus tot morgen. Morgen, dames en heren. Wij openen deze vlog iets anders dan normaal. Wij openen deze ochtend, deze vlog, nou ja, de vlog is al geopend natuurlijk op vrijdag. Maar het is nu zaterdag. En normaal film ik, goedemorgen, maar nu film ik even met een stukje Pokémon. En het is 10:10 inderdaad. En ik wil volgens mij net thuis aankomen. Even een cadeautje openmaken. Ja, voor mij. En ik kan haar geen cadeautje sturen, zie ik. Nee, die ga ik ook even doen. Moment. Zo. Wat is het thuis? En ik dacht, ik begin vandaag deze dag van de weekendvlog even met een stukje Pokémon. Ik kom het zo bij je brengen. Oh, oké. Maar Ricardo brengt jou zometeen naar Yogi thuis. Hè? Ricardo brengt jou zometeen naar Yogi, want we zijn even Pokémon aan het doen. Want Ricardo is inmiddels even een stukje voor de vlog aan het doen. Aha. Zo, daar waren een cadeautje gestuurd. Maar je kan ook een beetje bij. Ja. Dan zat hier een krab en die is nu weg. Ik heb jou geen sticker gestuurd. Oh, hoe durf je? Oeps. En dankzij jou heb ik die krab nog gemist. Heb je die niet als eerst gedaan? Nee, ik moest eerst jouw cadeautje openmaken voor jou. Nee, jij was eerst druk bezig met je telefoon. Ja, dat was een moed. Nou ja, dan vangen we deze Pokémon wel weer. Zo. En hij wil er niet in. Ik blijf erin. Ik moet nog twee keer sturen. Dan kan ik verder met de opdracht. Van de opdracht van stuur 151 keer to fan. Jezus. Ja. Ik ben nog lang niet met die opdracht. We gingen dat toch samen doen? Ja, maar ik mocht toch de cadeautjes allemaal doen. Zodat jij dan daarna heel snel verder kon. Ja, maar dat wil niet zeggen dat jij al die andere opdrachten gelijk ook al moet doen.
Toch al wel. Dan mag ik zo meteen dus heel lang op jou wachten dus. Nou, ga maar weer verder dan. Yes, ik kan nog net genoeg om mensen cadeautjes te sturen. Kidst en Ground type Pokémon, ja. Mm. Maar die zijn hier niet. Zo, Nou. Dat was deze ochtend. Ik ga nu even Yogi maken voor thuis. En we zien jullie later wel weer. Later. Hallo dames en heren. Het is 20:20 inmiddels. Jullie hebben vanochtend gezien dat ik even een beetje Pokémon heb gedaan. Zo heb ik deze dag begonnen met een beetje Pokémon. Ik heb intussen ook even een video geëdit en ingepland voor morgen, voor zondag. Maar als deze video online staat, hebben jullie dat al gezien. En we gaan nu even lekker naar de speeltuin. Want het is... Jij en Thijs. Ik ga lekker op bankje muziek luisteren. Ja, zij gaat lekker op bankje zitten muziek luisteren. En Thijs en ik gaan lekker spelen in de speeltuin. Want het is lekker weer. Dus we dachten... Ja, met mij Thijs. Dus we dachten, we gaan lekker naar de speeltuin. En zo zit ik erbij. Met Joep van een koptelefoon. Ja. Dus, we zien jullie later weer. Later. Dames en heren, daar zijn we weer. Het is alweer heel wat uurtjes later. Noah, zo kan ik dan niet vloggen. En zij zit dus in het mobiel te spelen op de tablet. De reclame. En intussen ben ik de Sims aan het kijken op de televisie. En Noah die... En we zijn al heel wat uurtjes later, want het is met zo'n 4:30. Ja. Dus we waren net in de speeltuin, zoals jullie konden zien. Aan de prachtige beelden die we gemaakt hebben in de speeltuin. En Noah die ligt hier nou lekker bij mij op mijn borst te liggen. En zij speelde sinds mobiel, zoals ik net ook al zei. Ja, maar ik kreeg net reclame in beeld. Ja. En ik kan bijna niet praten omdat Noah's hoofd in de weg zit. Ah. En Thijs die is lekker in de slaapkamer lekker aan het muziek luisteren en aan het spelen. Ja, straks zeg eens, hallo Noah. En straks komt je moeder nog rond de sensor voor thuis moet vervangen worden. Ja, oh, is het geen poepie?
Ja, maar Noah is een poepie, hè? Ja. Nou. Dus dat zijn we aan het doen vandaag. En ja, we zien jullie wel later weer. Later. Hallo, daar zijn we weer. Het is inmiddels... 5:45. 5:45. En wij gaan nu lekker eten. En we eten lekker broodje hamburger. En Thijs heeft net 2 pannenkoeken. 3. Oh, 3 pannenkoeken. Ja, die heeft net 3 pannenkoeken uit de magnetron gehad. Want dat vindt hij lekker. En ja, wij gaan nu even lekker 2 broodjes hamburger eten met en sla. Van de en ja, met sla en hamburgers en een broodje. Ja, en ik heb dan nog gebakken uitjes eroverheen. Ja, en ik heb nog een curry eroverheen. En mayo, en curry en gebakken uitjes. Ja, mayo en curry. Dus ik zou zeggen, we zien jullie later weer. Later. Hallo dames en heren, daar zijn we weer. Het is inmiddels 11:15. En ja, we gaan straks naar Beekje toe. Maar voordat we naar Beekje gaan, heeft Thijs die heeft van een week bij hem thuis rekensommen gemaakt. 100 rekensommen, dat zijn van dit soort sommen. Het begint makkelijk, maar er zitten ook best wel moeilijke sommen tussen. En wij gaan kijken hoe goed Thijs kan rekenen. Ja, en waarom hebben wij die vragen? Nou ja, Thijs die heeft onze video gezien, 100 vragen video. Die niemand ooit zal stellen. Oh ja, die ja. En omdat mocht je die niet hebben gezien, check even het kanaal van Elrico Mania, daar moet hij wel ergens tussen staan. Ja, en nou, shut the hell up. Ja, ik hou mijn bek. Oké. <Okay. laughs> Nou. Succes Thijs. En omdat wij die... Sorry. En omdat wij dus die video gemaakt hebben, heeft Thijs 100 rekensommen gemaakt. En dan ga je kijken of hij de antwoorden daarvan weet. Dus we beginnen bij vraag nummer 1, bij rekensom nummer 1. Hoeveel is 1 plus 1? 2. Vraag 2. 2 plus 2? 4. Vraag 3. 3 plus 3? 6. Vraag 4. 4 plus 4? 8. Vraag 5. 5 plus 5? 10. Vraag 6, 6 plus 6. 12. Vraag 7, 7 plus 7. 14. 8 plus 8. 16. Ja, vraag 9. 9 plus 9. 18. Goed zo. Vraag 10, 10 plus 10. 20. 11 plus 11. 22. Nou, vraag 12. 12 plus 12. 24. 24, heel goed. De, vraag 13, 13 plus 13. 26. 14 plus 14. 28. 15 plus 15. 38. Ja. 16 plus 16. 32. Ja, 17 plus 17. 34. 18 plus 18. 35. 19 plus 19. 38. 20 plus 20. 40. 21 plus 21. 42. 42. Ja, heel goed. 22 plus 22. 44. Ja, dat klopt ook. 23 plus 23. 46. Ja, dat klopt ook. 24 plus 24. 28. Nee, 48 bedoel ik. Ja, goed zo. 25 plus 25. 25 plus 25. Ja. 50. 50, heel goed. 26 plus 26. 52. 52, oh, nog beter. 27 plus 27. 54. 54, heel goed. 28 plus 28. 56. Ja, 29 plus 29. 58. 30 plus 30. 60. 31 plus 31. 62. 62. Ik moet even de bladzijde omslaan. Even, kom hier, kut papiertje. Dan zit hier nog een papiertje achter. We zijn nog niet klaar. Nee. Welke vraag zijn we inmiddels? Vraag 32. Vraag 32. Okay. Hoeveel is 32 plus 32? Dat is... 64. 33 plus 33. Dat is 66. 66. 34 plus 34. 68.
35 plus 35. 36. 35 plus 35. Dat is 38. Nee, 35 plus 35, hoeveel is dat? Dat is 68. Nee, fout. Wat is het dan? 35 plus 35 is 70. Oh ja, dat zei ik ook. Zei je dat ook? Ja, ik 70. Weet het niet meer. Oh, sorry, heb ik nou verkeerd verstaan? Heb je hem wel goed? Vraag 36. 36 plus 36. 72. Ja, dat is goed. 37 plus 37. 74. Ja, 74, heel goed. Ik wil niet even onderbreken, maar Noah die heeft daar wat. Oh. 38 plus 38. Dat is... Noah, laat dat. 76. Hoeveel? 76. 76, ja, dat klopt. Heel goed. Wat is 49 plus 49? Dat, nou, 39. Nee, 49 plus 9. Oh ja, 39 plus 39, ja, sorry. Dat is 78. 78, ja. Je hebt helemaal gelijk. 40 plus 40. Is 80. Oké, okay, vraag 41. 41 plus 41. Is 82. 42 plus 42. Is 84. 84. 43 plus 43. 86. 44 plus 44. 88. 45 plus 45. 90. 46 plus 46. Nog een keer? 46 plus 46. Dat is 92. 47 plus 47. 94. 48 plus 48. 96. 49 plus 49. 98. 50 plus 50. 100. 100. 51 plus 51. Dat is 102. Oké, okay, volgens mij zit hier nou een foutje in, maar nou krijgen we 52 ja. Plus 5315. Ja, dat heb ik dus ook al gezien. Er staan echt soms rare getallen tussen. Ja, dat klopt ook niet in het volgorde, maar dat is 37, 37, 38, 38. Dan zie je één keer 52. Ja, maar dat, als je goed kijkt op het papiertje, staan er sowieso van die hele aparte ja. Getallen. Dus Thijs, noem maar eens op. Wat is 52 plus 5315? Ik ga wel verder naar achteren. Ja, ga jij maar even uitrekenen. 52. Zal ik het nog beter filmen? 5000. 2. Dago. Ja. Laat me een beetje even helpen. Hoeveel is 52 plus 5000? Dat is 5052. Oké, dan moet. Doen we nog. En 314? 15, 315 moet er nog bij. Oké. Hoezo? Nou, dat is. Het is 52 plus 5315. Ja, wat. Is dat dan? Weet je hem niet? Nee. Wat denk je? Dat? Doe eens een gokje. 567? Ja, maar goed man. Ja. Dat klopt. 52 plus 5315 is 5367. Ja. Dat was goed voor jou, jongen. Oh, dat is knap. Dat... Ja, nee, dat is knap. Ja. Oké, de volgende. Wat is 53 plus 53? Nou, dat is 104. Nee. 53 plus 53. Sorry als het beeld een beetje trilt. Want ik krijg een beetje lamme armen. Oh, wat is dan? 106? Ja, 54 plus 54. En 108? Ja, 55 plus 55. 110. Oké, we zijn nu bij vraag 56. We zijn al over de helft. Ik krijg een beetje lamme arm. 56 plus 56. Dat is 112.
57 plus 57. Dat is 114. 58 plus 58. Is 116. Noah, ga eens van die tas af. 59. Schat, 118. Ja. 60 plus 60. 120. 61 plus 61. 122. 62 plus 62. 124. 63 plus 63. 126. 64 plus 64. 128. 65 plus 65. 130. Oké. Okay. Nou komt ie. 66 plus 77.767. Of nee? 7777 bedoel je? Ja, die bedoel ik inderdaad. Ja, dat. Nou? Wat is het antwoord? Hoeveel 66 plus 7000 tellen? 7066. Ja, plus 66. Ja, 7000, dat is 7066. Aha. En dan moet er nog 777 bij. Ik word serieus al helemaal in de war van al die getallen. Dat is dan... Laat dat nou, ga niet erachter hoeven. Dan... Oh, sorry. Ik moest even een kat weghalen. Ik weet het. Achter mij. Wie ben jij dan? Doe eens een gokje. 7066 plus 700 is 7766 en nog 67 erbij. Ja, dat klopt. Zeg het nog eens. 7000. Ja. Zeg het nog eens. 7843. Boom! Dat klopt. Als een bus. Goed bezig. Nou, volgende. Ja. Klaar voor? Ja. Mijn arm wordt een beetje lang. Ja. 67 plus 6767. Zeg het nog eens. 67 plus 6767. Nou, ja. 66 plus. Hij moet ook even uitrekenen hoor. Ik hoor hem hard op denken. 6000 is 6000. 60 en daarna nog 700 erbij. Zeg het? Ja, neem je tijd. Dat is dan 6767 en dan nog 67 erbij. Oké, sorry dat ik huid op lag met Jackson die was boven op Noah. Daar. Maar ik weet niet hoe het moet, blijkbaar. Oké, okay. Sorry, ik ben even afgeleid. 6800. Hé, laat dat! 34? Nee, boom! En alweer een correct antwoord. Inderdaad, zeg het nog eens. 6834! Ja! 6834. Blijkbaar zit dat rekenen slash wiskunde ja, in de familie. Ja, volgende vraag. Vraag 68. Hoeveel is 68 plus 68? Let op je stem. Ja. Dat moet, denk ik, nou,
36 zijn? Ja. 69 plus 69. 138. Goed zo. 70 plus 7077. Nou, dat is een makkie. Oké. Dat is dan. Ja, dat is dan. 7047? Ja, klopt, correct. Boom! Heel goed, Johan. Ja. Ja, ik ben goed bezig. 71 plus 71. Dat is 142. Correct. 72 plus 72. Dat is 144. 73 plus 73. 146. 74 plus 74. 148. Correct. 75 plus 75. Dat is 150. Correct. 76 plus 7676. Nou, dat is een. Ja, inderdaad. 76 plus 7076. En dan nog 767 erbij. Hoe zei dat? Ik bedoel eigenlijk 777 erbij. Ja, dan moet er nog bij, ja. En dan is het 777. Aha! Ik weet het wel. Dat is 7852. Bijna. Die 800 is niet goed. Oh, die 800, wat moet dat zijn? 7008. Jackson, laat Noah met rust. 800 is fout. Jackson. En dit hoezo? Het is 7676 plus 7676. Ja, dan bijna. Die 52 was goed, maar die 800 moet wel anders zijn. Oh. Wat zit er tussen 600 en 800? 600 en 800. Ja, wat zit daar tussenin? 700. Nou, wat is het antwoord? Maar dat had ik al genoemd. Dat was... Nee, wat weet je wel, 7000, zeg maar, 7000. 7000. En dan? En dan, 752. Heel goed, dat is het antwoord wat ik wil. 7752, inderdaad jongen, hartstikke correct. He, het zat een klein foutje, maar dat geeft niks. Nee. Nou komt er weer een moeilijke. Nou. 77 plus 6666. Nou, ik maak rekenen hoor. Ja, ik ook. 77 plus 6000 is 6000. Meeste Ricardo hoor, hier voor mijn neus. Jackson. 600, daarbij is 6777. En dan nog 66 erbij. Ricardo moet leraar worden, wiskundeleraar. 742? Nee, dat is niet goed. Oh. 6000.
Daar staat een zo van daar. 32? Nee. Die 42 was heel dichtbij. Oh. Moet eentje omhoog. 43? Ja, we moeten nog voor wat is het antwoord? 6743. Juist, correct. 6743. Heel goed. Knap jongen. 78 plus 78. 156. Heel goed. 79 plus 79. Is 158. Ja, 80 plus 8080. Nou. Dat is dan 8160. Ja, correct. Goed zo. 81 plus 81. Zijn er bijna, gelukkig. 162. Ja. 82 plus 82. Is 164. 83 plus 83. Is dat 166. Ja, 84 plus 84. Is 168. Ja, 85 plus 85. 170. Ja, 86 plus 86. 172. Ja, 87 plus 87. 174. Oké, komt er weer een moeilijke, ja? Mm-hmm. 88. Plus 8888. Reken dat maar even uit, jongen. Zal ik daar ook iets in doen? Pak jij je rekenmachine maar erbij, dan kom je wat sneller. 8000. Als Thijs uit zijn hoofd kan, moet ik het ook uit mijn hoofd kunnen. 8088. En nog 800 erbij. 8088 en dan nog 88 erbij, dat is 8900. Ja, correct. Boom! Heel goed, jongen. 89 plus 89. Is 178. Heel goed. Vraag 90. Ga naar de laatste 10 vragen. Gelukkig. 90 plus 9090. Dat is een makkie. Oké, dat zeg maar. Is 9000. 180. Boom. Boom. Heel goed, jongen. 91 plus 91. Is 182. Ja. 92 plus 92. Is 184. 93 plus 93. 186. Boom. 94 plus 94. 188. 96 plus 96. Nee, oh nee, 95 plus 95. Ja, eerst die nog. Nou, dat is 190. Ja, en nou de laatste 5 vragen. 96 plus 96. Heel goed, 97 plus 97. Is 200.
goed. 98 plus 98. Echt? 196. Heel goed. En nou de twee, hè. Moeilijkste. 99 plus 9999. Nou. Schat. 99 plus 10.000 is goed. Die zijn bijna goed, Thijs. Bijna. 10.000. Je mist nog één getal. 10.000. 10.008. 800. Nee. 8. En 90. Dat was gemeen. Dat is voor je het voorzeggen. 10.098. Heel goed. Ja, nou hè. Nou, al die moeilijke sommen ja, die je alleen okay. hebt gedaan, ja, okay. krijg je deze even van mij. En dan vraag 100. 1000 plus 223. Dat is 1223. Ja, en dan noem je ook, ja, dat klopt. 1223, dat klopt. En dan noem je ook wel 1223. Ja. Zo noem je dat ook, hè? Heel goed, jongen. Zo, dat was eindelijk. We zijn inmiddels 25 minuten verder. Ik heb verder dan een lang arm. Ja. Je grote broer is trots op jou. Ja. En echt, Ricardo had wel wiskundeleraar kunnen worden. Huh? Maar dan, ik heb hem dit niet geleerd. Ja, jij, je pa en Thijs zijn allebei goed in rekenen. Dat klopt, zit in de familie. Maar ik kan niet verwachten dat Thijs zo goed was met die moeilijke sommen. Nee, ik ook niet. Kanonna. Nee, heel goed, jongen. En mag ik hem morgen even helemaal uithoren, alsjeblieft? Oh, dan nee, moet je mijn telefoon. Dat wordt een beetje lastig. Ja, Thijs? Maar je hoort hem wel zondag in de vlog. Oh. Ja, hij komt zondag in de vlog. Aanstaande zondag al? Volgende week. Oh ja, volgende week. Ja, maar ik had het gewoon op topje, ja? Maar in ieder geval, nee. Wij gaan in ieder geval nu op bedje. Want het is inmiddels alweer... Kijk. Dus 10 over 11. Ik ga even een krulletje maken. Het is inmiddels alweer 10 over 11. Dus... Ja, ik weet niet of jullie mij zo zien. Maar in ieder geval, het is nu 10 over 11. Dat betekent dat wij lekker op bedje gaan. Dus ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Dat rekenen met Thijs. En ja, wij gaan in ieder geval lekker slapen. En dan zien we jullie heel gauw morgen weer. Dus tot morgenochtend. Hallo dames en heren. Daar zijn we weer. Het is zondag. Even snel... Spieken, hoe laat dat het is? Het is 11:03. En ja, we zijn net een kwartiertje wakker, denk ik. Een half uurtje, denk ik. En ja, ik heb Thijs even eten gegeven en drinken. Die zit lekker in de slaapkamer. Op zijn webbox een boek te luisteren. En die heeft ook lekker een bolletje en wat yogi. En de oomie staat in de keuken daar. Oh, hallo. Die is even een kiwi aan het snijden. En die heet crackers volgens mij. Ja. En ik heb hier een broodje met hagelslag. Natuurlijk mijn banaantje, die mag niet ontbreken. En ook een beker yogi. Ik heb een cracker met zuurspread, hagelslag, kipfilet en nog. Ik heb nog een klein stukje met geelworst met kaas. Oh ja. En een stukje kiwi. Ja. En nu ga ik even buurpolitie kijken. En ik ga de bellingaas kijken. En Naomi gaat de bellingaas kijken. Oké. Nou, dan zien we jullie later weer. Later. Hallo, dames en heren, daar zijn we weer. Het is. We zijn nog wel wat uurtjes verder. Oh. Het is 5:05. En Thijs is inmiddels naar huis. Die heb ik vanmiddag naar huis gebracht. En we hebben net even een buurpolitiefilm gekeken, want er bleek ook een film van te zijn. Van die serie. We hebben net één gezien. Ja, vanavond gaan we die andere ook nog even kijken. Maar die andere moeten we huren of kopen? Nee, die van het circus niet. Ja, maar die andere wel, want het zijn 3 delen. Ja, die derde deel die kunnen we niet vinden op YouTube. Die moeten we wel huren of kopen. Maar ja,
En dan gaan we even eten en dan zien we ik jullie later weer. Ik heb niet zo heel veel zin in eten. Ik maak zelf een bakje fruit. Dus we zien jullie later weer. Later.